Reizen is eigenlijk mijn passie van jongs af aan. Als kind ben ik heel veel op reis gegaan. En eigenlijk, hoe verder, hoe liever. Een paar jaar geleden, 2 jaar geleden of zo, had ik zoiets van, oké, nee, ik weet niet meer wat ik nu nog wil doen. Mijn dromen waren op, mijn reisdromen waren op. En het enthousiasme om zo echt nog uren in een vliegtuig te zitten, dat was weg. Dat had ik echt niet meer. En dan, ja, een half jaar geleden of zo, kwam ik een klein artikeltje tegen in de krant over de nieuwe manier van reizen. Ik denk, want ik ben nog niet meegeweest met een containerschip, maar ik denk dat een reis met Captain Zeppos ook avontuurlijk is, maar op een heel andere manier, op het, meer op het mentale vlak. En dat is hetgeen dat ik nu wel aan het zoeken was. Die rust, niks moet, weg van de buitenwereld. Een reis voor mezelf, maar echt 100% voor mezelf. Dat is hetgeen dat ik er een beetje van verwacht en ja, ik sta te popelen. Gewoon doen. Ja, vertrekken, instappen en laat het op je afkomen. En dat is hetgeen waar dat ik ook nu specifiek voor kies. En ik kan niet wachten om aan boord te gaan.